De 24-jarige Melle van Rooyen heeft van alles aan zichzelf laten doen. En hij deelt zijn ingrepen met zijn vele duizenden volgers. Voor mij was het gewoon een bepaald ideaalbeeld, wat ik na wou leven, hoe ik eruit wou zien. Um, ik zei vroeger altijd ik wil op Ken lijken. Uh, en Ken is gewoon over perfect. En dit is voor mij gewoon over perfect, hoe ik eruit zie. Ja, dan zouden er heel veel denken, jongen, jouw lippen raken bijna jouw neus aan. Maar ik vind het heel erg mooi. Melle krijgt dagelijks vragen van nieuwsgierige jongeren die meer over zijn behandelingen willen weten. Maar hij vindt wel dat de rol van influencers wordt overschat. Ze overdrijven altijd. Ja Melle, jij bent een voorbeeldfunctie. Ik ben geen voorbeeldfunctie. Als jij me wil volgen, heb je dat zelf in de hand. Ik ben me zeker bewust van de risico's die komen kijken bij chirurgie. Je kan niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Kan niet. Je kan niet voor goedkoop verwachten dat je als Barbie eruit komt. Dat werkt niet.